Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En vandaag toch nog een aflevering in deze speelsterkte die specifiek gaat over de opening. We gaan het vandaag nogmaals hebben over doorontwikkelen. In deze aflevering zullen er van de voorbeelden en opgaves die in de aflevering zelf worden behandeld geen fancodes in de beschrijving staan, omdat we een opening gaan spelen en ik alle zetten hardop zal uitspreken. Hierdoor hebben fancodes weinig zin, omdat je zelf mee kan spelen in een analyseprogramma. Uiteraard zal van de eindopgave wel een fancode in de beschrijving staan. En na deze huishoudelijke mededeling, ja, ik weet het. Ik zei in de vorige aflevering dat dat de allerlaatste aflevering over de opening in deze speelsterkte zou zijn. Maar ook ik houd mijn kennis bij en ik kwam afgelopen week iets tegen wat zo mooi bij dit onderwerp aansloot dat ik het wel deze week moest behandelen. Wat nou als je in een opening terechtkomt die je niet of niet goed kent, of dat je maar een klein beetje theorie kent en dat je daar snel doorheen bent, of je tegenstander wijkt ervan af. Ik kwam bovenstaande video van grootmeester Igor Smirnov daarover tegen en ik zal de link daarvan ook in de beschrijving zetten met twee hele mooie principes waarmee ik het doorontwikkelen verhaal mooi zou kunnen afsluiten. Vandaar dat we deze twee principes in combinatie met het geleerde uit de voorgaande afleveringen hier gaan combineren. We hebben het al eerder over de gouden regels gehad, maar in een opening die je niet kent, kan het moeilijk zijn om de juiste zetten te vinden. Daarom houd je in die gevallen ook uiteraard vast aan de gouden regels, maar speelt je tegenstander iets wat je niet kent of niet verwacht, ga dan altijd eerst op zoek naar of de kwetsbaarheden uit de opening je mogelijkheden bieden om deze uit te buiten. En als dat niet zo is, hou je dan vast aan de volgende twee principes om met de gouden regels tot de juiste voortzetting te komen. Die principes zijn het principe van flexibiliteit en creëer alleen zwaktes als dit echt nodig is. Ik zal de regels in combinatie met deze principes aan de hand van een voorbeeld verder proberen in te kleuren, zodat jij, of het nou je eigen favoriete opening is, of een opening die je niet goed kent, tot de juiste voortzetting kan komen. Uiteraard is dit voorbeeld met de computer voorbereid, maar ik zal wel wat meerdere opties en toelichtingen geven. Maar in dit voorbeeld zullen kwetsbaarheden iets minder aan bod komen. We zullen de principes gaan behandelen aan de hand van de reactie paard F6 op de eerste zet E4 van wit. Hier kan je voor twee dingen kiezen. Je kan hier bijvoorbeeld kiezen om het paard te ontwikkelen naar C3. Je weet eigenlijk dat dit paard daar naartoe moet. En het dus ontwikkelen is op zich geen slecht idee. Maar als je tegenstander geen claim voor het midden van het bord maakt, is het over het algemeen beter om nog iets meer ruimte te pakken. Maar daar schuilt in deze opening ook meteen het grote gevaar in, omdat je tegenstander je wil uitlokken om je positie te overstretchen en dat je daarmee zwakheden creëert in de stelling. Maar een allereerste zet, je pion doorschuiven naar E5, is hier de beste oplossing. Al is het paard ontwikkelen naar C3 niet slecht, omdat je daarmee je pion dekt. Maar door E5 te spelen, schop je ook de ontwikkeling van zwart in de war en pak je nog wat meer ruimte. Daarnaast hou je het flexibel wat je nog gaat doen met je stukken. Op het moment dat je een stuk al ergens neerzet, kan je dat daarna nog wel terugzetten, maar kost het je alleen maar meer tempi om dat stuk dan weer op de goede plek te zetten. Dus dat heeft meteen ook al dat gedeelte van het principe van flexibiliteit. Dus je houdt je stukken nog even droog totdat je een beter veld hebt gevonden waar je ze naartoe wil zetten. Dat houdt dit principe ook in, zodat je als eerste je must zetten wil spelen en dat je daarna pas gaat kijken waar andere stukken het beste heen kunnen. Maar oké, we kiezen hier dus voor de voortzetting met E5. Het zwarte paard gaat weg en nu heb je ook hier weer een aantal opties. Je kan het paard naar C3 spelen, je kan de loper ontwikkelen of je kan het paard naar F3 spelen. Dat zijn vanuit de gouden regels de beste voortzettingen. Je zou ook nog een tweede pion in het centrum kunnen zetten met de pion naar D4. En daarmee ook je loper op C1 ontwikkelingsmogelijkheden geven. Maar daar komt dus ook meteen mooi het tweede principe naar voren. Dat je geen kwetsbaarheden direct wil ontwikkelen. Op het moment dat je de loper ontwikkelt, kan zwart deze aan gaan vallen. Bijvoorbeeld als je hem ontwikkelt naar C4, kan het paard terug. En op het moment dat je hem naar B5 ontwikkelt, kan bijvoorbeeld C6 gespeeld worden. Dus je weet nog niet helemaal zeker waar je deze loper precies naartoe wil ontwikkelen. Misschien is op den duur zelfs wel G3 en dan loper G2 wel een betere optie. Wat je al wel weet in deze stelling, is dat het paard op G1 eigenlijk altijd naar F3 moet. Op het moment dat je hem nu ontwikkelt naar E2, blokkeert hij en de loper en de dame, die dan dus niet meer verder kunnen ontwikkelen. En op F3 heeft hij ook nog een keer een ondersteunende functie voor de pion op E5. Dus door deze must set te spelen,
je ontwikkelt je paard naar F3, hou je de flexibiliteit met je andere stukken en creëer je geen zwart. Dus in deze stelling wil je dan ook het liefste paard naar F3 spelen. Als zwart dan bijvoorbeeld antwoordt door D6 te spelen, hij gaat jouw vooruitgeschoven pion aanvallen, hoef je deze niet direct te dekken en kan je doorgaan ontwikkelen. Maar je ziet dus bijvoorbeeld ook dat ook in de vorige set paard naar C3 ontwikkelen minder goed was, omdat je daarmee dan meteen zwart de kans geeft om het paard af te ruilen, waardoor jij een dubbel pion krijgt, omdat je met een van de twee pionnen terug moet slaan. Dus vandaar dat ook paard C3 in deze set en de vorige set een mindere optie is. Als we de vooruitgeschoven pion in de stelling willen houden en we willen ook onze andere stukken kansen geven tot ontwikkeling en ook nog niet te vroeg bepaalde zetten spelen, zoals we de vorige set zeiden, de loper, we weten nog niet zo heel goed waar die neer moet gezet worden en dit paard creëert ook alleen maar een zwakte. Dus in deze situatie is het op zich heel verstandig om D4 te spelen. Hiermee geven we nog steeds de stukken een hele hoop flexibiliteit en we maken de loper vrij om deze te gaan ontwikkelen. En we verdedigen ook nog een keer meteen extra de pion op E5. Als zwart nu bijvoorbeeld verder ontwikkeld door G6 te spelen, dat hij zijn loper eruit kan spelen, kunnen we verder gaan beredeneren wat we in deze situatie willen gaan doen. Dit paard blijft nog steeds een zwakte creëren als we hem naar C3 spelen, dus dat zullen we nog even voor moeten bereiden. We weten op zich ook nog niet heel goed waar we deze loper heen willen ontwikkelen. Op H6, F4 en E3 wordt hij afgeruild. En op G5 staat hij alleen maar tegen een pion aan te kijken. Daarnaast is een volgende must-set, zoals we dat in de vorige aflevering hebben behandeld, het rokeren. Dus op dit moment is het veel verstandiger om de loper naar F4 te ontwikkelen. Ik weet wat ik heb gezegd. Je krijgt misschien dat het paard terugspringt met een tempo, dat je dan je loper ook weer in veiligheid moet brengen. Maar dan heb je in ieder geval een tempo tegen een tempo afgeruild. En nu, omdat je de loper nu speelt, na de must-set van paard F3, kunnen we daarna meteen ook rokeren. En staat onze koning veilig. Zwart zal in deze situatie dan ook paard B6 spelen om de loper aan te vallen. We onderbreken dus beide nu even de ontwikkeling van de ander. Maar wit kan deze loper gewoon goed veilig zetten op B3. En we houden nog steeds de mogelijkheid om snel te gaan rokeren. Als zwart dit ook wil bereiken, door bijvoorbeeld loper G7 te spelen, let erop dat als zwart dat dus bijvoorbeeld niet doet, dat je dan bijvoorbeeld paard G5 kan spelen om de zwakte op F7 aan te vallen. Dus dat was bijvoorbeeld als zwart hier kiest voor paardontwikkeling of iets dergelijks, dan hadden we daarna moeten kijken. Ik zei al dat omdat deze variant is voorbereid met een computer, de kwetsbaarheden iets minder naar voren zullen komen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw tegenstander wel zo'n zwakte weggeeft. Dus blijf er altijd goed op letten dat deze loper door de ontwikkeling daarnet ook nog een keer kijkt naar F7. Dus je creëert jezelf wat kansen. Maar op dit moment heeft dus zwart loper G7 gespeeld. Opnieuw, we zouden de loper kunnen ontwikkelen. We hebben dat nu voorbereid door het paard weg te jagen. Hetzelfde geldt voor paard C3. Maar misschien willen we wel C3 spelen om deze pionnenketen beter te ondersteunen. Zeker omdat zwart deze nog altijd dreigt af te ruilen. Dus omdat we dat nog steeds niet heel goed weten, en omdat we als we deze loper ontwikkelen, hij eigenlijk altijd tegen onze eigen pion of tegen de pion van je tegenstander aan staat te kijken, kunnen we hier beter toch gewoon weer een must-set spelen. We hebben het er net al behandeld, de must-set die we eigenlijk willen doen is het rokeren, want dan staat onze koning vrij. We gaan dus hier ook rokeren, zwart doet dat ook. En dan is dus de volgende vraag van, goh, wat gaan we hier nou doen? En dus nu aan jou de vraag, hoe zou jij verder gaan in deze stelling? We hebben nog steeds dat we eventueel wel C3 willen spelen om deze pionnenketen te onderbouwen. Hierdoor weet je eigenlijk nog steeds niet echt goed wat je met dit paard of met deze loper wilt doen. Dus hier houden de gouden regels dus even op met het feit dat we de lichte stukken kunnen ontwikkelen. Maar we hebben ook geleerd dat je je dame en je toren naar goede velden moet zetten. In deze situatie is het dus best een goede mogelijkheid om je toren via E1 of je dame via E2 verder te ontwikkelen. Omdat zij dan beide achter de meest vooruitgeschoven pion komen te staan. Dat is na een open lijn de meest favoriete positie van je baanstukken. En speel je dus wel een goede ontwikkelingsset, maar geef je jezelf nog een set extra flexibiliteit met waar je deze twee stukken precies naartoe wil ontwikkelen. Dus stel dat we kiezen voor toren E1. Als wit dan reageert door pakken, kunnen wij
op twee verschillende manieren terugpakken. Op dit moment zouden we dan kunnen kiezen voor een paar maal. Maar nu wordt het dus wel van belang om de pionstructuur beter te gaan ondersteunen met C3. Maar daarvoor hebben we dus gewacht met dat paard ontwikkelen. Zodat we hier nog even wat langer over konden nadenken. En dat we onszelf die flexibiliteit verschaffen. Als zwart nu dus bijvoorbeeld loper F5 speelt, kan je dus ook die C3-zet spelen. Zodat deze pionnenstructuur weer goed verstevigd is. Nu neem je wel je paard een veld af om naar C3 te ontwikkelen. Maar door eerst je loper zo meteen te ontwikkelen naar bijvoorbeeld F4, waar het nu veel beter de ruimte heeft om over deze diagonaal heen te kijken, omdat de pion van zwart op D6 weg is, kan daarna het paard alsnog naar D2. Zo zie je dus dat door jezelf wat flexibiliteit te verschaffen en te wachten tot je tegenstander wat dingen doet, je jezelf de mogelijkheden geeft om de stukken naar de juiste plekken te bewegen. Als zwart nu besluit om zijn laatste stuk te ontwikkelen, moeten we wel even uitkijken dat dit paard van ons in het midden nu twee keer staat aangevallen. Dus we zullen hier even een afruil moeten plaatsen. Maar daarna kunnen we weer vrolijk verder gaan met de zetten die we in gedachten hadden. Hier kan je dus prima de loper naar F5 spelen. En je houdt hiermee het veld E5 onder controle, waardoor het moeilijker maakt voor zwart om weer een pion in het midden te krijgen. En deze loper heeft nu een hele mooie diagonaal waar het overheen kijkt, waar het die eerder niet had, omdat er een pion op D6 stond. In de volgende zet, behalve als zwart bijvoorbeeld C5 speelt om dingen verder af te ruilen, kan je nu ook je paard ontwikkelen via D2 en dan bijvoorbeeld naar F3. En heb je dus de opening voltooid door al je stukken te ontwikkelen. Zo zie je dus dat ongeacht wat je tegenstander speelt, je in ieder geval gelijkwaardig uit de opening kan komen. We hebben hier nog steeds logische zetten gedaan, maar geen grote blunders begaan, ondanks dat we de opening niet kenden. Dit door ons gewoon simpel aan de gouden regels te houden en daarbij twee principes toe te voegen. Dat je je zoveel mogelijk flexibiliteit wil verschaffen en dat je alleen kwetsbaarheden creëert op het moment dat dat echt nodig is. Daarom wachten we bijvoorbeeld in deze opening zo lang met het ontwikkelen van het paard op B1, omdat dit anders onnodige kwetsbaarheden zou veroorzaken. En onthoud daarbij, je tegenstanders zijn geen machines. Zij zullen ongetwijfeld ook fouten maken of kwetsbaarheden weggeven. Op het moment dat je je dus daarom de flexibiliteit creëert, kan je die nog genadelozer afstraffen. Ook bij dit gedeelte van doorontwikkelen kunnen er signalen zijn dat dit in jouw stelling kan zitten. Je zit in de opening waarvan je de theorie niet of niet goed kent, of je tegenstander wijkt af van de theorie die je wel kent. En dan is het van belang om het volgende stappenplan te volgen. Kijk eerst of er signalen zijn dat je de kwetsbaarheden uit de opening kan benutten. Zo niet, houd je vast aan de gouden regels en probeer daarbij met het principe van flexibiliteit, zodat je zoveel mogelijk opties open wil houden en eerst je must-zetten wil spelen. En het principe dat je alleen kwetsbaarheden creëert op het moment dat dit echt nodig is om de juiste voortzetting te kiezen. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben opnieuw het onderwerp doorontwikkelen behandeld, hoe je kan bepalen wanneer je moet doorontwikkelen, wat voor jou de beste zet is, door middel van de principes van flexibiliteit en dat je alleen zwaktes creëert op het moment dat dit echt nodig is. En tot slot hebben we de signalen behandeld dat dit in jouw stelling kan zitten en welk stappenplan je dan moet volgen om tot de beste zetten te komen. Aan het eind van deze aflevering komt er weer een opgave in beeld die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zal er een link in de beschrijving staan naar een website waar je kan oefenen met openingen. Daarnaast zullen de pagina's van de stappenboekjes worden genoemd, waar je de onderwerpen uit deze aflevering en de vorige afleveringen verder zelf kan oefenen. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of je oplossing juist is, of je anders tips geven om de opgave wel goed op te kunnen lossen. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, zet deze dan ook in de comments en dan zal ik deze ook uiteraard voor je beantwoorden. En sowieso, werk aan je skills en tot volgende week.